kwart over vijf middags, 17:15. Je bent net gekomen hier. Ja, om kwart voor drie werd ik in slaap gebracht. Een hele goede morgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 8 februari 2022 en het is nu 9:45 in de ochtend. Ja, het is de dag van mijn operatie, maar ik kan wel zeggen ik neem jullie helemaal mee, maar dat gaat niet op de OK. Maar neem jullie wel gewoon mee tot hoever ik kan, dus dat komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Lovely, kom eens hier. Nee, hè? Hi, kind. Hi, schatje. Dan ga jij weer lekker kluiven, schat. Nee, hè? Doe je niet de vlog. Zij wel. Alleen, nee, alleen jou mag ik niet op de vlog hebben. Nou, dat is niet, hè? Alleen je haar wel, dat is leuk. Nee, ja. Alleen je gezicht niet. Nee. Heel leuk. En het is dus nu zo laat en we gaan zo meteen de deur uit. Jee. Oeh. We gaan niet blazen naar Lau, ik wou net zeggen. Oh, ja, zeg je? Nou, van de week ging hij ook blazen naar een huisvriend van mij. En die gaat deze week in mijn gang repareren. Oh, okay. Heeft hij gezegd. Dus. Lekker, ben je naar dat ziekenhuis en ja. Het wordt lekker. Hele dag hier. Eentje op de kriek en dan een tand op. Hier, een vibrator. Lauw! Nou! Doe ze lief! Ja! Kiet! Zo, nou, we zitten dus in de auto. Onderweg naar het ziekenhuis. Jee. Ik heb Ro ook maar gezegd dat hij het gewoon de auto op een parkeerplaats mag gaan zetten. Ik ga nou daar niet zo moeilijk over lopen doen. Ik niet. Dus ik doe mijn best. En als hij er zo weer uit mag rijden, dan is het gratis. Denk ik niet. Maar. We gaan het meemaken. Yes. Dus. Ja. Hoop ik dat Ro weer zo meteen een beetje wil filmen als alles er weer in gaat. En dan kijkt hij maar gewoon de andere kant op als hij mij aan het filmen is. Jee, iets anders. Is toch leuk? Nee. Ja, en ik wil gewoon een eenpersoonscamera als kan enigszins. Is dat nog? Ja. Dus. Spannend vindt eigenlijk niet. En eigenlijk ook wel weer wel. Dat is een beetje dubbel feelings. Want ja, elke operatie is anders. Maar ik heb al zoveel operaties gehad. Kijk, Ro en Ro die moet al helemaal er niks van hebben. Dus dat is, ja, dat is dat en dat weet ik. Maar ik zie er ook niet uit. Voor mijn gevoel dan ben ik zo bleek als ik weet niet wat. Ik heb wel een beetje een roesje, maar en zo meteen krijg ik inderdaad een roesje om te slapen. Ja. Ik weet niet allemaal hoe het werkt hoor, die hele narcose eigenlijk. Als je het gewoon helemaal goed moet nadenken. Je komt op de OK, dan krijg je de narcose. Hoe werkt het eigenlijk? En die, ja, oké, en je gaat slapen, maar er zit ook gelijk een pijnstilling in, denk ik zo. Ik weet het niet, geen idee. Maar ja, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Nou, meneer, hallo, rijden. Goed zo. Met je berlingo. Lingo, schat, lingo. Zeker wel, zegt hij. Bingo. Bingo en berlingo. Ja, lingo en bingo. Ja.
prima. Dus, nee, maar ja, we gaan het zien, hè schat? Wacht. Oh, wat heb jij lekker warme handjes, jij? Dat is ongelukkig. Hè? Dat is ongelukkig. Ja, jij wel. Lekker, lekker. Alleen rood moet weer zo, dus graag los het enigste. Graag weer zo'n een handje vinden. Ja. Maar daarbij, het is wel een lieve man. Af en toe kan ik zijn nekje wel omdraaien, maar dat heeft hij ook wel bij mij, denk ik. En dan kan hij wel zeggen nee. Maar dat heeft iedereen wel, denk ik zo. Maar alsnog, ik hou wel van deze vent die naast me zit. Ja. Hij schat. Wacht dan. Vast wel. Dat is en dat is wel. Vast wel. Ik vind het prima. Ik vind het best. Dat is wel. En wat ik wil. Ja. En Ro is nog niet helemaal wakker. Dus. En ik ook nog niet helemaal. Auw. Dan kan je niks aan doen, dat weet ik. Sorry. Nee, ik ook. Heb jij nog wat te zeggen? Nee, hè? Nee. Daarom zeg ik al, Ro, die vindt het helemaal niks. Gewoon ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen. Gewoon de geur al om de meters eigenlijk. Hij doet het wel voor mij. Dat vind ik al heel veel. Dus ja. Ik ga mee maken. Zo, mag nog even bloed gaan prikken. Jee. Top. Bloedgroep willen ze weer gaan bepalen. Nou, die weet ik wel uit mijn hoofd. Het is al veranderd inmiddels. Bloedgroep? En die verandert toch om de week? Een bloedgroep? Nee! Ja, een bloedgroep en die verandert niet. Dat is nieuw. Dat is ook niet. Bloedgroep verandert iedere week. Nou, dat is fijn. Iedere week even op. Jee. Leuke gangetjes zo met dat licht. Dat is grappig. Nee, we zijn nu op de tweede verdieping. Route 86. Jee, ik heb een kamer alleen. Heerlijk. Die blijft op mijn kamer voor vandaag. Daar op de toilet. Ik kan Rome even laten zien. Want Rome gaat volgen. Heb ik nog niet eens gezien. Gelukkig. Met een douche erop of in ja. Even drinken voor mij. Ja, heb je ook nog. Kom maar. Hier is ze dus. Stilte. Dan die hendels hier. Geen idee hoe dat zit. Doekjes, wastafeltje. Dan heb ik de rest al graag. Hé, hey, daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. Dan kom je dus aan die kant binnen. Dan kan je ook zo meteen even de buitenkant laten zien. Even kijken hier op de tv. Nee. Rokje. Kapstok. Wastafeltje, doekjes, et cetera, handschoenen. We hebben jou weer. De buitenkant, jee. De Hubertusduin. Hubertusduin. Oké. Ik weet niet waar het is, het zal aan de andere kant zijn. Fysiotherapie beneden. Oh, dan weet ik al waar. Ja, jij wel. Ja. Jij weet het wel. Dan gaat ie. Nog ja, pijn. Ik ben moe van de pijn, dus ik hoop dat ik zo meteen even een glimlach op mijn gezicht kan toveren. Dat zou handig zijn. Ja. Dus, mag ja. Ga dat meemaken. Ben je nog wat tegen aan het hele kijkers? Hou je taai. En doe rustig aan. En dan zien jullie mij straks misschien wel weer. Ja, is goed. Zo, nou, ik lig al in bed. Maar ik moet nog naar de OK. Het is nu op dit moment 1:30 geweest. Dus ik heb er ook al op de hoogte gesteld. Dus we gaan het zo meteen meemaken. Ze willen me wel al zo meteen alweer naar beneden of naar boven brengen. Op deze etage, ik weet het niet. Maar jullie zien me zo meteen wel. Het is nu 16:45, 17:15. Je bent net gekomen hier. Ja, om 3:15 werd ik in slaap gebracht. En om 4:00 lag ik op de koffiekamer.
En om 4:30 hebben ze gebeld en naar de afdeling hier. En dan pas hier. Oké. En ze hebben wat te eten voor je gemaakt. 1 droge boterham met boter en 2 aardbeien en een theetje. Dus dat is misschien wat lekker van jou zo meteen. Mm-hmm. Hoop ik. En ik heb een ijsje gehad, een raket volgens mij. Met zo'n beentje. Ja. Is dat een raket? Dat is een raket, ja. Waterijs. En ik was wakker. Weet je waar ik gelijk aan moest denken? Nee. Of Chinees of de Mac. Daar zat ik echt aan beide en te denken. Een lekkere Mac Chinees. Kijk, ik kan weer lachen. Goed, lag er geen pijn meer nu? Nou ja, de wondpijn, maar voor de rest. Ik heb niet echt, nu dat ik zoiets heb van ik heb pijnscheuten. Maar hij heeft weer een wat langere incisie gemaakt, zeg maar. Zoals hoe jij het zou noemen. Ja. Om echt alle punten te behandelen. Oké, behalve te behandelen. Zeg maar, je hebt zenuwen weggesneden. Dat is handig. Hoe dun is een zenuw en hoe kun je die wegsnijden? Ja, dat weet ik niet. Ik ook niet. Weet jij het? Nee. Jammer. Wie het weet mag het zeggen. Ja. Helemaal goed. En ze hebben de zonneschermen even lekker naar beneden gedaan. Een stukje donkerder hier. Dat is wel lekker. Toch? Mm-hmm. Inderdaad. Ik ga even eten en drinken en ik ga mijn mama bellen. We gaan weer op weg naar huis. Heb je hem nou in de parkeren en garage staan dan? Nee, dat heeft de locatie. Oh, daar. Oh. Dat komt terug, hè? Ja, dat maakt niet heel veel uit. Ik moet wel een beetje kunnen lopen, ook al loop ik een beetje krommig. Wordt het echt zo hard? Ja, dat is handig. Voor dove mensen is dat. Je hoort het toch niet. Het is dat nullen. Elektrische rollen. Deze is heel gaaf. Wauw. Kijk. Ja joh. Gaaf. Hij is heel gaaf. Kijk, mooi deurtje zo. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Kikken. Ja, hij is gaaf hoor. Oh, kikken die deuren zo gaaf. Smooth ook hoor.
makkelijk langs. Ja mensen, ik ben eigenwijs, stront eigenwijs. Ja. En heb mijn operatie gehad en dan nu alweer in de Jumbo lopen. Ja. In de Jumbo lopen. Ik wilde gewoon nog even uit. En ik ben even naar Rome aan het lopen. Ook helemaal geweldig. Even naar de bak. Is dat alles? Yes. Dat is weinig. Was er niks meer dan? Niet meer. Nou, gewoon even een goede hand. Oh. Wauw, grappenmaker. Nou, niet zo heel veel bijzonders. Ja, oké. Vol, hoor. Vol? Ja. Lekker voor op salades, desserts, weet ik veel. Basilicum en azijn. Okay. Maar hoe voel jij je nu dat ik zo erbij loop? Hey? Ik vraag wat aan jou. Helemaal goed. Ja, dat is mooi. Nee, ook niet. Mijn mannetje gaat mij even ontslaan uit het ziekenhuis en terwijl ik al thuis ben. In 3, 2, 1 en ja, ik ben ontslagen. Dat is handig. Yes. Nee, dat gaat dus niet. Helaas, pindakaas. Op die manier. Kom dat maar. Kom dat maar. Is het een speciale code zo? Of wat? Ja, dat is een hele speciale code. Ja, precies. Leuk dat je nog kijkt. Ja, zoals je ziet lig ik lekker op bed. Dat betekent wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Ik ben heel erg moe. Ik heb geen acnespijn op dit moment, maar ik heb wondpijn. En ik heb dus op dit moment een buikband om. Laat ik jullie morgen even zien. Niet nu meer, maar dan morgen. Dus vond je deze vlog nou interessant, leuk, grappig, geweldig of droevig. Maakt niet uit. Wat dan ook. Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe zeker het belletje aan. Want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt weer een nieuwe vlog online. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.